Begin september. En hoe is het nou met mijn Vitoftra-proef op het erf? Ik zal het laten zien. Het is hier nog behoorlijk groen. Ik heb hier wel behoorlijk Vitoftra-aantasting gehad. Het had eigenlijk nog wel iets heftiger gemogen. Want er zijn erbij waar ik van verwacht had dat ze onderuit zouden gaan en toch wel zijn blijven staan. Maar ik heb hier de Agia. En zoals je ziet is er niet veel van over. Nu gaat de afrijping ook meetellen. Dus het wordt wel steeds moeilijker om te zien wat nou wel en niet Vitoftra is. We hebben natuurlijk een periode met heel lage luchtvochtigheid gehad. Een hoop van die Vitoftra is toen als het ware doodgebrand. Maar er zit toch hier en daar nog wel wat in. Zoals dit. Dit is wel van de laatste weken. Er zit ook wel een beetje schimmelpluis onder het blad. Die is de eerste keer overeind gebleven en nu toch aangetast. Het zal ook met de afrijping te maken hebben, met de ouderdom van de plant. Anderen zijn al langer dood door aantasting. Dan zijn er ook planten met vlekjes op blad. Of dit nou alternaria is, of dat het een overgevoeligheidsreactie is, dat weet ik niet. En daar staan er ook nog voldoende tussen. Daar markeert helemaal niets aan. Heb ik hier iedere keer maar één knol per kloon staan. En dit is zijn tweedejaars. En ik heb wel zien, er staan natuurlijk meerdere per kruisingen. En aan sommige kruisingen zie je wel dat die veel zwakker zijn dan andere. Hier zijn een aantal die zijn onderuit gegaan. Daar zijn een aantal die zijn onderuit gegaan. Dit is weer beter. Dan ga ik ze binnenkort rooien om te kijken of er ook knolvitoftra erin zit. Ik laat ze dan meestal op hoopjes liggen een aantal dagen, want vaak zie je het niet meteen met rooien dat er Vitoftra erin zit. Dan komt het er later pas zichtbaar. Dan ga ik ze dan beoordelen. Als een aardappel door loofvitoftra doodgaat, dat wil niet zeggen dat de knollen ook aangetast zijn. Sommige die zijn heel erg sterk in de knol, terwijl ze wel zwak in het loof zijn. Het kan ook andersom wezen. Dat je planten hebt die dan mooi groen zijn, maar wel knolvitoftra krijgen. Ik heb de beste van de kruisingsouders gehaald. Een beetje een troosteloze aanblik, maar het spul kan nu opgeruimd worden. En dan zie je het resultaat. Een rijke oogst. Er zitten ook wel bij waar maar een paar kleine besjes aan hangen. Maar er zijn er ook genoeg waar ik volop zaden van gekregen. Er willen wel eens wat bessen gaan rotten. En dan is het wel zaak om de zaden eruit te halen. Anders droog die bessen in. Dus het zaad haast niet meer te oogsten.
zal later een keer laten zien hoe ik dat zaad oogst. Dat hele gele vlees wat ik graag wil hebben, dat zit vooral in diploïde aardappelen. Nu heb ik voor de aardigheid eens wat met kolchicine bezig geweest. En kolchicine, dat voorkomt de celdeling. Dus dan zou je het een diploïde, zou je tetraploïde moeten krijgen. Maar het is voor mij een groot vraagteken of er iets uitgekomen is. Maar ik zal je mijn bevindingen laten zien. Van het kiemende zaad wat ik behandeld heb met kolchicine zijn er uiteindelijk 200 plantjes overgebleven. Ik dacht die plantjes staan hier mooi op de wind en vrij snel droog 's morgens. Zal wel wat meevallen met die Phytophthora. Maar er zit al wel behoorlijk Phytophthora in, dus ik moet ze maar gauw rooien. Het gaat hier om heel erg donkergeel. Dus als ze dat niet zijn, dan gooi ik ze ook weg. Zoals te zien is deze wel mooi donker. Dit zijn wel mooie aardappels. Maar ik vraag me af of ze donkergeel zijn. Nou, toch wel behoorlijk. De vleeskleur is aan de buitenkant wel een beetje te zien. Deze zijn wat lichter geel. Wel mooi geel vlees, maar ik zoek eigenlijk donkerder. Dat is ook zo eentje. En dat is dan deze pakt. Die is veel geler. En deze moet ook geler zijn. Ik bewaar maar één knolletje uit het potje. En dit is het spul wat over is. Dus vandaar dat ik kan snijden. Hier zie je de gele en hier de hele donkere gele. En nu heb ik er naar selectie ongeveer 20 aangehouden waarvan misschien tetraploïd geworden is. En de rest twijfel ik over. Maar of er enige tetraploïde in zit, dat is nog afwachten. Bedankt voor het kijken.